Hallo iedereen, vandaag doe ik de cousin tag met mijn met mijn cousin. Dus laten we maar beginnen met de vragen. Onze favoriete herinnering samen. Ik vind dat moeilijk, want ik zou het zo zeggen of Disney of Italië. Moeilijk. Ik had een compleet andere ding. Echt? Ja. Zeg het eens. Dat wij vroeger in de regen gingen wandelen. Oh. In de tuin. Met Bommie en Bompie. Met de doorschijnende paraplu. Van wat is dat park? Met zo'n konijntje nog. Ah ja, een konijntje. Ja. Een van de dingen, maar dat is toch wel recent dan. En dat gaan we voor de vakantie in Italië. Maar die Lazy River. Met die bootjes. Oh ja. Dat is een badje ging. Dat is altijd zo'n stuk zo glijbaan achter. En dan kwam ze dan plonsbad in de bossen tegen elkaar. En we hadden elkaar heel te vast om samen te blijven. En dat was zo druk in die bedjes. En je raakte daar zo echt niet uit door de stroom. En we hebben keihard gelachen gewoon. En dat vind ik toch wel een toffe herinnering. Maar ik weet niet, wanneer wij klein zijn, ik heb wel herinneringen. Maar precies zo geen... Jij hebt er nu al zo'n gezicht en er zijn er nog wel, maar zo niet iets speciaal. Favoriete make-up merk? Ik heb eigenlijk... Als je het kruis had gehad, zou je het eerste dan pakken. Als je kon kiezen. Maybelline. Ja, ik denk dat ik dat ook heb. Ik heb ofwel Essence als de goedkopere en dingen dat ik weet dat dat goed is. Omdat er sommige dingen ook gewoon niet goed van zijn. Maar anders, als ik echt voor duurdere zou gaan, dan zou ik ook Maybelline gaan. En als ik echt moet zeggen over echt dure merken, ik denk dat ik echt favoriet heb daar. Omdat ik ook gewoon, ik heb wel wat van die dingen, maar ook niet om te zeggen van, ah, daar heb ik echt alles van. En die dat België ook gewoon echt weinig geeft, buiten Chanel, Dior. Als je dat zo in andere landen ziet, die hebben zo'n Nars en al die... En ook weinig geld. Ja, maar ook gewoon... ook gewoon dat die dure merken in België hebben precies zo geen kleuren voor de lichtere huidjes. Ja, ik snap het gewoon echt niet. Maar oké. Ja, dus ik denk gewoon, als we in kracht gaan blijven, Essence voor sommige dingen, wat gewoon ook heel goedkoop is en echt goede producten heeft. En dan allebei Maybelline. Ja, sommige dingen zijn ook niet goed van Maybelline natuurlijk. Maar als we ergens zouden mogen naartoe gaan, of zouden kunnen, ergens in de wereld, waar zouden we naartoe gaan en waarom? Disneyland in Amerika. Ja, in Orlando, hè. Ja. Zo Disney World, zo al die parken daar. Of zouden we juist ook al de Malediven, zo echt zo'n Caribisch eiland. Gewoon luieriken op een mooie strand in de zee. Een van die twee, als we echt gratis mochten. Of gratis mochten. Nee, als we gratis, dat zou beter als zijn. Als Disney ons begint te sponsoren of zo. Allee, sponsor ons. Mag, hè? Niet. Onze favoriete inside joke. Oh. We er wel was, hè? Was zijn we er juist? Veel. De juiste was erin en dacht, ah, dat is ook nog een goede inside joke. Maar als je dat zo moet zeggen, dan kom je er niet op. Hè. Ik kom nu alleen maar op de schmerige woorden. Ja, en dat is ook niet zo grappig, maar dat is zo... Dat is gewoon... In plaats van verdommen, dan zeggen wij schmerige volle va. En dat is van Bart Kanaerts. Als je hem niet kent, zeker kijken. Super grappige comedian. Maar dus die zegt zo in zijn opvoering, schmerige volle va. En wij zeggen dat tegen altijd zo schmerig is. Dat zeggen wij dat, hè. Ja. En dan nog wel, allee, er was er nog zo weinig. Bellamiekes. Ja, Bellamiekes, maar dat is al lang. Dat gaan we niet zeggen, hè. Nee, dat blijft de inside joke. Ah, Tamin voor Anja. Tamin voor Anja. Dat gaan we ook niet vertellen. Dat is ook goed. Doe er nog? Waarschijnlijk wel. Sowieso wel, maar zo niet dat ik er echt op kom nu. Ons favoriet seizoen. Bij mij is dat zomer, zonder twijfel. Ik vind winter gezellig door kerstmis. Maar alleen voor kerstmis eigenlijk, maar winter vind ik totaal geen leuk seizoen. Alleen kerstmis. En dat sneeuwt niet en dan wil ik dat het sneeuwt. Dus alleen kerstmis bij mij, voor de winter. Ja, en dan, kerstmis. Als laatste seizoen zou ik zeggen kerstmis. Dat zou mijn favoriete feestdag zijn. Ik denk van, nou, dan komt dat telkens samen af nadat het zomer is. En zij begint en dan begin ga ik mee. En dan ga ik mee wanneer de zomer eindigt. Ja. En dan ga ik heel een tijd. Het is bijna kerstmis! Van september tot december. Ja. Dus van echt seizoen voor een heel seizoen, dan ga ik voor de zomer. Ik ben echt wel iemand voor de zomer. Ik ben niet weer gericht voor kou weer. Oké, okay, favoriete song of favoriet liedje? Ik heb dat eigenlijk niet eigenlijk. Ik ook niet. En dat was kei plat weer, maar ik heb dat niet. Nee. Ik heb dat niet eigenlijk. Ik luister zoveel
andere dingen. Ik heb zowel dingen dat ik graag... Ik heb wel een liedje dat ik zo vaak meer keren naar luister. Ja. In een periode, maar dat verandert keivaak. En ik heb nu eigenlijk niet echt een liedje dat ik zeg van ja, dat is het. Dus eigenlijk, waarom staat die vraag ertussen? Geen idee. Hakken of platte schoenen? Ik lag hier wel mee, maar... hakken of platte schoenen? Ik vind dat echt een super moeilijke voor mij. Hè? Omdat ik draag super graag hakken, maar ik draag ze niet zoveel. Maar ik draag het eigenlijk heel graag. Maar aan de andere kant zijn mijn go-to schoenen Vans. Dus ja. Ik vind dat echt een moeilijke. Platte schoenen, maar hakken zijn mooier. Ja. Meestal. Ik vind het moeilijk om te kiezen in ieder geval. Dus, ja. Overdag Vans en s'avonds hakken. Ja, zo. Goeie compromis. Broeken of kleedjes? Broeken. Ik denk ook broeken. Ik dacht misschien graag een kleedje, maar meer voor zo'n speciale gelegenheid. En broeken kun je nooit mis mee doen, kun je zoveel meer mee doen, denk ik ook. Kun je zoveel verschillende manieren stylen en een kleedje is een kleedje. Hè? Ja. Daar hang ik dan vast. Dat is merk. Favoriete dier? Katten. Katten? Echt katten? En leeuwen. Leeuwen ook. Dat is een wilddier en een huisdier. Ja, mijn wilddier is een olifant. Ik wou dat het een huisdier was. En dan een kat ook als huisdier. Want ja, ik heb drie katten, dus ik kan niet anders. Nee. Katten zijn echt geweldig. En geen paarden. Geen paarden. We vinden paarden geen niet leuk. Geen paarden. En we vinden die niet leuk. Nee. Comedy, horror of een chick flick film? Ik vind comedy meestal niet grappig, dus chick flick vind ik soms echt zo te typisch meisjesachtig. Ik denk van, oké, als je 16 bent, maar... En horror, ik heb echt eigenlijk wel schrik van horrors en ik ben echt een bange schrik. Ik zie dat graag, maar ik verschiet zo hard dat ik dan dat ik pijn kan hebben. Dat klinkt wel stom, maar dat is waar. Maar ik kijk het eigenlijk wel graag, dus ik denk voor horror ga gaan. En jij ook, denk ik wel. Yeah. Maar zij kan er wel beter tegen. Ja. Yeah. Ja, ik echt niet. Ik verschiet ook wel op. Maar, ja, maar niet echt van films. Nee, ik vind het wel. Ik heb een film gelaten in beweging en alles. En horror. En horror. Favoriete film? Bij mij is dat ofwel Harry Potter, ofwel The Notebook. Moeilijk. Ik heb niet echt zo'n... Allee! Een favoriete film. Nee. Maleficent was zo... Nee, dat kan wel goed. Maar ik heb altijd zo in periodes dat ik verslaafd ben. En nu? Maleficent. Maleficent, voilà. Als een poster is ook heel mooi. Ik heb het niet gezien, hè? Nee? Nee, dat moet ik niet. Is ook heel mooi. Dat moet ik echt zien. Heb je die op DVD? Het is wel op DVD, denk ik. En ook nog in de cinema. Echt? Ja. Oh, we moeten even kijken. Misschien heb je die al gezien. Maar ik ga nog wel eens mee. Oké, als het licht weer is, gaan we die kijken. Oké, dat gaan we doen. De laatste vraag is BlackBerry of iPhone? En ik denk dat deze redelijk makkelijk kan zijn. iPhone. Ja, iPhone. Ik heb een iPhone en jou. Ik niet. Maar toch. Toch, iPhone. Hè? iPhone. Gewoon ook, denk met de... Allee, ik weet niet, ik denk dat er bij ons in de familie zo stil aan is ingekomen, zo dat Apple ding is. Maar het is gewoon ook heel makkelijk als je alles... Oké, het kost veel en zeggen dat is alleen maar voor het uiterlijk. En zelfs als dat waar is, kan me niet schelen. Ik heb graag een mooi uiterlijk van producten. Dus zelfs voor het uiterlijk zou ik het betalen, eerlijk gezegd, voor mezelf. Dus ja, ik denk dat het wel een makkelijke keuze was voor ons. En dan is de video gedaan. Ik hoop dat jullie deze video wat leuk vonden. En geef dan vooral een duim omhoog. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. En vergeet vooral niet te abonneren als je nog niet geabonneerd bent. Dag!